Binnen een jaar moeten er 700 tijdelijke studentenkamers bijkomen in Eindhoven. Wethouder Toronoglu heeft die ambitie uitgesproken op aandringen van partijen in de gemeenteraad. GroenLinks, VVD, D66, CDA, ChristenUnie en DENK vinden dat er snel extra kamers bij moeten komen. In de afgelopen jaren, en dat wil ik ook wel even als een succes hier wel neergezet hebben, hebben wij in 1500 studenteneenheden weten te realiseren in deze stad. Dat is echt een gigantisch aantal. En we hebben er al 300 nu gerealiseerd in 8 maanden tijd. En uw oproep om die 700 als ambitie vast te pakken wil ik prima doen met een kleine nuance. Omdat ik graag ook met de onderwijsinstellingen wil kijken van wat is nu precies het aantal waarvan zij denken dat nodig is. Dus het kan omhoog, maar het kan misschien ook omlaag. Dat is voor GroenLinks geen probleem. De 700 extra kamers is voor hen ook meer een symbolisch getal. Als er maar iets gebeurt. Nou, in 2023 zijn er alleen al voor de doelgroep studenten 3800 extra kamers nodig. En die 700 is meer een signaal en een ambitie om mee te geven ook aan het college en aan andere partners in het convenant. Kamers erbij is natuurlijk een plan, maar waar ga je die dan vinden? Volgens het CDA is daar ook een verantwoordelijkheid voor de onderwijsinstellingen. Ze kunnen wettelijk misschien niet zelf bouwen, maar op de terreinen in bezit van de instelling is nog volop ruimte om snel te kunnen bouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld gronden zonder winstoogmerk ter beschikking stellen. Aangezien wij de onderwijsinstellingen niet kunnen dwingen, kijken wij naar de wethouder om concrete besprekingen te gaan voeren met de instellingen. De 700 extra kamers zouden maximaal €450 per maand moeten gaan kosten. Begin volgend jaar zouden onder meer gemeenten en onderwijsinstellingen met elkaar om tafel moeten gaan.